Hi Stier, welkom bij je reading voor, ik wil zeggen september, maar het is alweer bijna oktober. Voor oktober dus. En omdat het een maand van weegschaal is, wil ik kijken hoe je de interne en externe invloeden van je leven in balans kunt brengen. Weegschalen zijn altijd in balans. En ik hoop dat aan jou door te kunnen geven en te kijken hoe of wat en... Neem mee wat op jou van toepassing is. De rest mag je achterwege laten. De eerste kaart waar ik mee ga beginnen. Daily Crystal Oracle. En we hebben Aquamarijn. Go with the flow. Hij past prachtig in decor. Veni, ook mooi groen. Go with the flow. En ik hoor sommigen van jullie al denken. Ach, jezus, daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer, ja. Maar go with the flow wil niet zeggen, oh, en je moet actie ondernemen en je moet dit en je moet dat. En nee, go with the flow betekent doe wat voor jou goed voelt op het moment dat het goed voor je voelt. Ga mee met de, hè, misschien de energie om je heen of de energie vanuit jezelf. En hè, met de dingen die belangrijk voor je zijn en vind daar je balans in. Kijk, een rivier gaat ook niet overal even snel. Soms gaat hij wat rustiger, soms gaat hij wat sneller, soms heb je... Wauw, die was echt heel snel. Oké, goed. Soms heb je een watervalletje, hè, of een beetje zo'n dipje in de rivier. Go with the flow, ga mee met wat er komt. Oké, allereerst, de energie die vrij wil stromen. Een beslissing. Er is een beslissing die gemaakt wil worden. Er is een keuze die gemaakt moet worden. Je hebt behoefte aan een keuze. Wat ga ik doen? Is het het een? Is het het ander? Wat ga ik doen? Je hebt behoefte aan een keuze. Aan helderheid. Weten waar je aan toe bent. Welke weg je gaat volgen. Welke stappen je gaat zetten. Je moet weten waar je aan toe bent. Oké. Wat is de energie die je tegenhoudt? De keizer. Het ondernemen van actie. En dit is eigenlijk precies wat ik hier net zeg. Een rivier gaat soms wat sneller en soms wat langzamer. Het is bijna alsof je je gedwongen voelt actie te ondernemen. Ook al heb je je keuze nog niet gemaakt. Ja, en dan begrijp ik wel waarom dit jou tegenhoudt. De keizer is iemand van actie ondernemen. Van dingen doen. Dit wil ik. Zo wil ik het hebben. Zus wil ik. En dan ga ik voor elkaar krijgen. En dan ga ik doen. En ik ga vuur erin. En ik ga actie ondernemen. Oké, dat is prima. Maar ik snap voor een aardeteken en vooral voor een stier. Dat jij eerst de juiste keuze gemaakt wilt hebben. En niet dat jij alleen maar actie gaat ondernemen omdat iemand anders vindt dat dat moet of zo. Of omdat de situatie zich voordoet. Een beetje alsof je op Utrecht Centraal staat en je weet nog niet precies of je naar Amsterdam wil, of naar Maastricht, of naar Groningen, of Leiden, of Den Bosch. En je weet nog niet precies waar je naartoe wil en dat iemand anders zegt, ja, maar de trein is er al, kom, we moeten gaan. En dat je dan denkt van, ja, maar moet ik dan zomaar ineens in de trein naar Amsterdam springen? Misschien heb je helemaal geen zin in Amsterdam. Misschien denk je, nou, ik wil de Martini-toren wel eens zien. Pff. Ja, maar ja. Ergens, hè. Den Bosch zoete lieve Gerritjes chocoladebollen eten. Nou, dat lijkt me ook wel iets. Ja. Ja, en het laatste wat een stier laat doen is dwingen. Je moet de stier niet vragen om zich te dwingen. Of weet je wel, om zich gedwongen te laten worden. Dat is niks voor jou. Oké. Wat is de externe energie? En de externe energie is, we zijn er klaar voor. We hebben ervaring opgedaan. We hebben een spinnenwebje gemaakt, pentagrammetjes gemaakt. We weten wat we moeten doen. Kom, daar gaan we. De trein is gearriveerd. Poef, we gaan. Dat is de energie om je heen. Dat is de externe energie. En misschien is dat ook wel zo. En misschien ben je wel klaar om te vertrekken. Maar je wilt wel de juiste keuze maken. Ja. Ja, ik snap het. Ik begrijp het helemaal. Oké, goed.
Wat is de energie vanuit jou? De interne energie. Interne invloeden. De magier. Je bent er klaar voor om dingen voor elkaar te krijgen. Je hebt al je elementen samengepakt. En het is tijd om te gaan manifesteren. Maar wel op de juiste manier. En wel de juiste dingen die je wil manifesteren. Niet zomaar klakkeloos iets. Het heeft geen zin om al deze energie van die magier te pakken. En al die elementen, zwaard, pentagram, staf, beker. En om zomaar klakkeloos iets te doen. Want je weet dat jij je leven manifesteert. Jij weet dat de dingen die jij beslist en de dingen die je zegt en denkt en doet, dat die invloed gaan hebben op de rest van je leven. Dat weet je. Maar wel go with the flow. Niet klakkeloos ergens je energie in steken, maar laat ook het moment niet voorbij gaan. Go with the flow. Ik denk dat het daarom zo belangrijk voor je is. Ik ben zelf ook een stier en wij kunnen nogal vasthoudend zijn. En nog eens ergens net iets te veel over na willen denken. Dus mis ook je momentum niet. Oké. Je engelen en gidsen. En de manier waarop zij je steunen. Ze bieden je een nieuw avontuur. Oké. Dit zijn treinen die in jouw richting worden gestuurd. Laten we zeggen dat je weer op Utrecht Centraal. Dit kuikentje die staat nu op Utrecht Centraal. Ja. Het universum stuurt treinen in jouw richting. Maar dan is wel de vraag aan jou. Ga je instappen? Als je ergens naartoe wil en als je ergens wil komen en je wil dingen bereiken, dan vraagt het universum wel aan je om die stap te wagen en op die trein te springen. Dat je daar goed over na wil denken, tuurlijk, klopt. Maar stap wel in. Oké, ik ga verduidelijken. De twee van zwaarden. Wat is de energie die vrij wil stromen? Je wil een weloverwogen beslissing nemen. Je wilt weten waar je aan toe bent. Ah. Oké. Je gaat in een trein stappen. Dat weet ik nu in ieder geval zeker. Je gaat instappen. Ik weet niet waar je naartoe wil. Of wat je dromen en wensen zijn. Maar ik weet wel dat je bereid bent om in te stappen. Je doet het op je eigen tempo. Nadat je eigen keuzes hebt gemaakt en op je eigen manier. Hè, je wilt dat de dingen blijven groeien en bloeien. Je bent nog steeds de koningin van pentagrammen. Je doet dit met een zekere zelfzorg en dat snap ik. Dat begrijp ik helemaal. Aardetekens en watertekens doen dat altijd. Maar je bent wel klaar voor dit nieuwe avontuur. En je bent klaar om dingen achter je te laten. Fijn, daar ben ik blij om. Je bent bereid om het te doen, maar wel terwijl je jezelf in acht neemt. Oké, mooi. Goed zo. Dan kun je inderdaad met de stroming van de rivier meegaan. Ja. Fijn. Daar ben ik heel blij om. Ja. Ja, ook voor mezelf hoor, want ik ben ook een stier. Klein stukje geruststelling ook voor mezelf. Niet doorvertellen. Oké, maar we gaan naar de keizer. Wat is de energie die jou tegenhoudt? Oké. Wat is de energie die je tegenhoudt? 7 van bekers, twijfel. Koning van pentagrammen. Ik wil het op mijn eigen manier doen. De keizerin. Oké. Er zit een stukje twijfel. Wij zijn aardetekens. En wij houden ervan om dingen praktisch te benaderen. Om praktische beslissingen te nemen. Om te kijken naar de statistieken. Hè, en de verwachtingen. En wat het beste resultaat oplevert.
Dat klopt, maar er wordt nu gevraagd om een keuze te maken met je hart. De zeven van bekers. Het gaat over een keuze maken die gemaakt moet worden met je hart, intuïtie. En dat is het moeilijke hieraan. Oké, nu begrijp ik je. Het is niet alleen een kwestie van haast, of het in sommige gevallen van jullie wel, maar het is niet puur haast. Of mensen of dingen om je heen die allemaal maar doorgaan en verwachten dat jij meegaat. Er wordt gevraagd om te rekenen op je gevoel en wij houden van de praktische kant van het leven, van zekerheid. Daarom wil je de dingen op je eigen manier doen. Daarom kun je misschien een beetje koppig overkomen bij sommige mensen. Maar wij zijn nu eenmaal praktisch ingesteld. Maar het gaat over het combineren van de twee. Iemand anders heeft deze beslissing zo gemaakt. De keizer is verbonden met het element vuur. Vuurtekens, ramboogschutter, leeuw, die hebben deze keuze zo gemaakt. Vissen, eitje. Ja, kreeft, eitje. Als er iemand go with the flow is, is het kreeft. Poeh, ja, oh ja, die zijn go with the flow. Eitje voor hun om deze keuze te maken. Maar niet voor jou. Dus ik begrijp die koppigheid. Maar jij en dus ook ik, wij moeten begrijpen dat het ook gaat om het combineren van de twee. Over het lijden van een keizerrijk, maar ook over het achterna gaan van je gevoel. Ook al weet je nooit precies waar je uitkomt. Je kunt een keizerrijk nooit alleen maar in stand houden door de dingen praktisch aan te pakken. Dan houdt het namelijk op met leven. Want leven vraagt om liefde, om geluk, om samen door tegenspoed te komen. Af en toe een keer verdriet en dan weer blijdschap. Want als dat er niet is, waar leef je dan voor? Als er geen gevoel is, waar zouden wij dan voor zijn? Ik weet niet of je ooit die film Equilibrium hebt gezien. Volgens mij is dat met Christian Bale. Maar dat is ook een wereld zonder gevoel. En waar iedereen elke dag een injectie zet om niks te kunnen voelen. Maar dat is ook geen leven, hè? En wij kunnen dat gevoel vrij makkelijk uitschakelen door te kijken naar de praktische kant. Maar dat is niet een volledig keizerrijk. Voor de 8 van pentagrammen hebben we de 2 van pentagrammen, kracht en de hierofant. De 8 van pentagrammen, de externe invloeden. De externe invloeden geven je keuzes. Dat is fijn. Ze vragen je ook om een beslissing te nemen, maar ze geven keuzes. Oké, top. Daar ben ik wel blij mee. Ram had een heel andere omgeving. Ram had echt... Maar... Mocht je Ram in je horoscoop hebben, kijk dan ook naar Ram. Maar jij hebt een omgeving die wel keuzes geeft. Ze geven je keuzes, ze geven je de tijd om te beslissen. Maar ze vragen wel dat je een keuze maakt. Oké, goed, kan ik inkomen. Ik denk ook dat je gesteund wordt door je omgeving. Of in ieder geval door een aantal mensen in je omgeving. Ik weet niet precies hoe of wat of wie... Maar je wordt wel gesteund. En ik zie toewijding vanuit je omgeving. En misschien ook de bereidheid hebben om te leren. Om hun kennis aan jou door te geven, maar ook kennis van jou aan te nemen. Ik zie bijna een wisselwerking. Tussen het een en het ander. Praktische energie, gevoelsmatige energie. Nadenken, beslissingen nemen. Dingen laten gaan en loslaten en jezelf toewijden aan. Leren van en leren aan. Ik zie een ontzettende wisselwerking. En net wat ik zeg, dit zal niet iedereen zijn, maar er zijn mensen in je omgeving waar jij op kunt vertrouwen. En dingen in je omgeving
waar je op kunt vertrouwen. Het hoeft niet per se mensen te zijn. Nou zie ik hierin alle drie een mens, maar dat is meestal in tarotkaarten. Maar het kan ook een ding zijn, maar ik zie jou werken met die externe invloeden. Dat vind ik fijn. Mooi. Daar ben ik blij om. Er zullen heus wel mensen zeggen die zeggen van nou, de trein Amsterdam is er, hup instappen. Maar er zijn er ook die aangeven, nou, er is er ook nog eentje naar Maastricht. Hè, daar kun je ook nog instappen. Maar ze vragen je wel in een trein te stappen. Waarschijnlijk voor je eigen bestwil. Ik zie hier een heel positieve werking. Mooi. De magier. Mocht je geluiden horen van straat, ik heb mijn raam openstaan, maar dat moest echt. De magier. Interne invloeden. De zon valt eruit. Oké. Okay. Geluk. Blijdschap. En we hebben voor de magier. De magier, de koning van zwaarden en de aas van pentagrammen. Mooi zo. De magier verduidelijkt door de magier is gewoon het universum meent wat het zegt. Het is tijd om actie te ondernemen en jij bent degene die jouw leven creëert. Jij werkt met de elementen, je werkt met de energieën om je heen. Jij bent degene die manifesteert wat er in je leven komt. Elke beslissing die je neemt. En daarvoor moet je beslissingen nemen. En ik zie ook met die koning van zwaarden dat jij die beslissingen neemt. Dat je het doet. En daar ben ik heel blij om. Want vervolgens zie ik ook dat er actie ondernomen wordt. Je weet dat jij manifesteert wat er in je leven komt. Dat weet je. Het universum weet het ook. En zoals ik hier zie, krijg je een steuntje in de rug. Vanuit je omgeving krijg je ook een steuntje in de rug. Daar ben ik heel blij om. Je doet het nog steeds op je eigen manier. Hè, het zal geen denderend, snelle, vlugge actie worden. Het is geen hoe heet dat ding? Thalys? Of hoe heet dat ding? Ja, hè? het is meer een stoptrein. Ja, we blijven bij de treinen, sorry, helaas. Het is geen Thalys, het is meer een stoptrein. Je gaat geen 800 km per uur, ik denk misschien 200-300. Maar je doet het wel. Je stapt in een trein, je neemt een beslissing en je gaat manifesteren. Je gaat manifesteren, nog steeds op je eigen manier, volgens je eigen keuze en je eigen logica. Oké, maar je manifesteert wel. Wauw. Yes, mooi zo. Goed. Stier, ik ben blij voor je. Ja. Je bent inderdaad met de bewegingen van de rivier aan het meegaan. Ja. Mooi zo. Voor de dwaas hebben we de kluizenaar. We hebben de 10 van zwaarden en we hebben de koningin van zwaarden. Oké. Het universum vraagt je allereerst om altijd op jezelf te rekenen. Om te weten dat het licht vanuit jouzelf komt. Om te weten wat je kunt en te weten wat je waard bent. En het maakt niet uit welke kant deze rivier opstroomt. Vertrouw op jezelf. Als jij een bootje bent, blijf je wel drijven. Het komt wel goed met je. Volg altijd je eigen hart. Volg altijd je eigen intuïtie. Als je tijd nodig hebt om je even terug te trekken, doe dat gerust. Als je wilt improviseren, dan improviseer je gewoon eventjes. Maar vertrouw altijd op jezelf en blijf bij jezelf. Oké. Er gaat een einde aankomen. En daarom is het essentieel dat je vertrouwt op jezelf en kijkt naar de toekomst. En dit einde, wat het dan ook is, is misschien niet leuk. Maar dat is waarom het universum van je vraagt om toch in te stappen in die trein.
het station waar je nu bent, stel dat het Utrecht Centraal is, dat staat op instorten. Het station blijft niet langer meer. En dan word je gevraagd om in te stappen, omdat het geen plek is waar je kunt blijven. Dan word je gevraagd om een keuze te maken om naar de toekomst te kijken. Om naar je dromen en wensen te kijken en wat wil je bereiken. Waarom zou je bij een zaak blijven werken die op het randje van faillissement staat en of die neemt je erin mee of je stapt over voordat het instort? Dat is eigenlijk hetgene wat er gebeurt. En terwijl dit gebeurt, blijf bij jezelf, vertrouw op jezelf. Precies als die actie die je hier aan het ondernemen bent. Je neemt je eigen beslissingen, je onderneemt actie op je eigen tempo, maar onderneem wel actie. Utrecht Centraal staat op instorten en er wordt van je gevraagd om in een trein te stappen. En of jij nou naar Groningen gaat, of naar Maastricht, of naar Den Haag, dat maakt geen ene fluit uit. Maar stap in. Goed. Wat is je advies? Phew. Welke trein het ook is, hè? Zorg dat het een trein is die gaat naar een plek waar jij je thuis voelt, waar je belangrijk voor bent, of die belangrijk voor je is en waar jouw dromen en wensen uit kunnen komen. Dat is het eerste. En hij valt eruit, maar ik pak hem ook. Tweede, de maan. Goed. Je gaat het onbekende zien. Je gaat naar het onbekende toe. Maar dat is wel waar jij dingen creëert die je nog nooit in je leven gezien hebt. Je kunt een geasfalteerde weg kiezen of je kunt een bospad kiezen. Maar de geasfalteerde weg ga je alleen maar zien wat iedereen al gezien heeft. Ga je alleen maar doen wat iedereen al gedaan heeft. Als je een bospad kiest, dan kun je alles tegenkomen. Zelfs draken en elfjes en allemaal hartstikke leuke dingetjes. Ah, en de wereld. Het is tijd voor iets nieuws. Oh, het is niet de wereld. Het is het Rad van Fortuin. Nou, dan is het nog steeds tijd voor iets nieuws. Alleen nu, je wordt gesteund door het universum. Het rad draait. Het rad draait altijd. Het blijft nooit stilstaan. Het draait altijd. Het is aan jou welke kant het opdraait. En je wordt gesteund door het universum. Maar jij kiest welke kant je rad opdraait. Mooi zo. Net als dat jij beslist in welke trein je stapt. Oké. Laatste kaart, die is van de Sacred Forest Oracle. En ik heb Wild Rose Fairy, liefde. Liefde. Waar hou je van, stier? Of van wie hou je? Wat is belangrijk voor je? Wie is belangrijk voor je? Wat wil je in het leven bereiken? Wat ik hier al zei, een keizerrijk bestaat niet alleen maar uit logische, praktische beslissingen. Dan krijg je een soort Noord-Korea-achtig keizerrijk. Als je een mooi keizerrijk wilt, laat dan vooral je gevoel meetellen. Dus, liefde, wat en wie zijn belangrijk voor jou? Wat wil je bereiken in het leven? Waar hou je van? Waar word je gelukkig van? Oké. Lieve stier, ik ga hem hiermee afsluiten. Mocht je vragen hebben, laat het me weten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Hele fijne maand oktober en ik hoop tot ziens. Doei!